jullie zijn nog heel jong, hè, maar toen ik in 81 kwam in Nijmegen, toen hadden ze in de cataloguszaal meters van dit soort kasten. Dat was de kaartcatalogus. Wat je erop hebt is de auteursnaam, de titel en wat andere gegevens. Meer kun je er eigenlijk niet op kwijt. De tijden zijn echt veranderd. Op deze manier kun je het materiaal niet meer naar onderzoek en onderwijs toebrengen. Dat moet je echt op de moderne manier doen. In feite bestaat een boek niet als je het niet ontsluit. En nu we dit doen onder de vleugels van de UB Nijmegen, kan wereldwijd in Ruquest gezien worden wat er zich hier bevindt. De onderdelen waar een boek in totaliteit uit bestaat, lettertypes, drempeldichters, boekband, kapitaalbandjes, sluitlinten, sluitingsoorten, titelpagina's gegraveerd of typografisch, drukkersmerken, illustratoren, tekenaars, graveurs, som maar op. We hebben ongeveer 60 velden die we zouden kunnen invullen als we daar zin in hadden. Dat is de manier waarop wij willen ontsluiten om dit materiaal beschikbaar te stellen voor onderzoek en onderwijs. We zijn begonnen met de 19e eeuw en de 18e eeuw. We werken van het moderne naar het oude, omdat het oude veel moeilijker te ontsluiten is dan het wat modernere materiaal. Je kunt rustig zeggen, als je een incunabel wil beschrijven, ben je een uur bezig, op zijn minst. Incunabelen zijn gedrukt sinds 1452 ongeveer, tot en met 31 december 1500. Grof gezegd, een incunabel heeft geen titelblad. De incunabel had alleen maar de bedoeling om een kopie te zijn van een handschrift op een makkelijke manier gemaakt, met losse lode letters. Kijk, schitterende boekband. Ik ben heel erg blij dat in deze collectie heel erg weinig gerestaureerd is. Dankzij het feit dat het leer hier heeft losgelaten, kun je dus de bindwijze bestuderen. En anders kun je het niet. Wat hier staat is veel te mooi en veel te belangrijk om het achter slot en grendel te houden.